Welkom allemaal. We beginnen met de hoogtepunten. Live persconferentie van Zenamazijn over luipaars en vonken. We doen een oproep naar filmpjes van de Zena Trophy 2018. En er komen natuurlijk een hele hoop nieuwe producten binnen. Zena Vuurwerk heeft nieuwe informatie over luipaars en vonken. Daarom gaan we live over naar de persconferentie waar Henry ons meer over weet te vertellen. Beste medevries, hierbij geef ik jullie een paar updates in verband met de status van de luipaars en vonkenproducten. Sommige producten zijn helaas niet door de kwaliteitscontrole gekomen en zullen dus niet binnen Europa verkocht kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld de luipaars Kilimanjaro Leopard en de Weidse Weerweer Tiger. De vroege Supernaut 1, 2 en de Paranoid. Nu het goede nieuws. Half december zullen de luipaars Asiatic Cheetah, de Bengal Tiger, de Costa Rican Cougar en de Mexican Jaguar binnen zijn. Als mede de vonken Tears from Heaven, de Fireball en de Blue Chrysanthemum. Houd onze website in de gaten, als mede onze social media zoals Facebook en Instagram. Snapte. Dankjewel Henry. We kunnen niet wachten tot deze nieuwe producten binnen zijn. En dan even wat ander nieuws. Alle andere merken gaan ook met nieuwe producten komen. We kregen dit filmpje pas van Glenn doorgestuurd die ons wat nieuws kan vertellen over deze producten. Beste jongens en meisjes, dames en heren, oma's en opa's, we zijn hier weer en we hebben weer een hoop nieuwe producten binnen. Misschien hebben jullie het al op onze website gezien, maar ik ga ze nog even uitlichten en het zal zeker niet de laatste zijn. Dat doen we als eerste. Een nieuwe fontein van luipaars. Het heeft een tijdje geduurd voor we weer nieuwe producten van luipaars binnenhouden, maar dit is de eerste. Zeker ook niet de laatste. American Crocodile. Een batterij van fonteinen die achter elkaar afgaan met megafelle neonkleuren. En als finale schiet hij meerdere buisjes tegelijk, dus top fonteintje. Dan hebben we een nieuwe cake uit de Herlandlijn, de Gold Blitz. Totaal 25 schots met voornamelijk gouden effecten die eindigen in gekleurde tips. Krijgen we nog eens een keer een nieuwe knaller binnen. Vorige week nog eentje gehad. Dat was de 0,6 inch flash. Deze keer is het de Zena Toro. Een nieuwe knaller volgens Spaans procedé. En bevat 1,8 gram aan flashpoeder. Dames en heren die de mammoet kennen, die zullen zeker tevreden zijn met deze. En dan als laatste nog een paar nieuwe fakkels, die op consumentengebied zeker de beste fakkels zijn die ik zelf heb gezien. Die krijgen we ook in 3 verschillende kleuren. Dat is de groene, de witte, paarse, de rode. En de gele. Met een brandtijd van om en bij de 50 seconden. Mega felle vlammen trouwens. Ik zou zeggen, kijk onze website nog een keer. Ook voor de productfilmpjes. Die zullen ook zeer spoedig online komen. En we zien jullie snel weer. Snapte. Bedankt Glenn voor de informatie. Tot slot willen wij nog een oproep doen voor het inzenden van videomateriaal van de Zena Trophy 2018. We willen daarbij de nadruk leggen op de sfeerbeleving van de bezoekers zelf. Daarom hoeft het niet per se het meest professionele materiaal te zijn, mag het ook gewoon opgenomen zijn met de GSM. Iedereen die een filmpje opstuurt, maakt kans op een luipaarsbox. Niet één, niet twee, maar 3 deelnemers zullen hier kans op maken. Het opsturen van de video's kan naar wedstrijd@zena-event.com. Voor meer informatie check onze website en onze Facebookpagina. Snapte? Die wat meer, oh, dat stukje klopt niet. Ja, dat is snel geschreven. Jongen. Ja. Als je het zelf beter kan, moet jij het komen doen. Afleggen. Je bent echt, ik sta zo te afleggen. Mensen gaan zeggen, wat een tutu. Ja, dat kan. Dankjewel, Henry. We kunnen niet wachten. Henry. Producten. Klopt niet. Andere nieuws, ook de andere merken. Ook precies, klopt dat niet. Ook de...
Snapte!